Wat word jij toch al een grote jongen. Ik ben een knul van 4 en ik maak graag plezier. Steeds erop uit, ik heet Kajoe. Ik ga graag aan de slag, zo leer ik elke dag. Kom met me mee, ik heet Kajoe. Elke dag is anders. Iedere keer met mama en papa ontdek ik steeds meer. Groter groeien valt best mee, soms wel wat zwaar, oké. Was opgewonden. Sarah en Leo kwamen langs om samen met hem te gaan spelen. Hoi Leo! Hoi Caillou! Hoi Sarah! Ja. Jij ook, hallo Murphy! Nu jullie er allemaal zijn, wat willen jullie gaan doen? Zullen we gaan spelen in de achtertuin? Mm-hmm. Murphy vindt dat wel leuk, geloof ik. En ik ook. Ik ook! Caillou, schiet naar mij! Ik sta vrij! Hé, hey, Murphy, die bal was voor mij! Murphy! Die bal lijkt wel een geplette pompoen. Dan moeten we iets anders bedenken om te gaan doen. Zullen we gaan frisbeeën? Leuk, maar wel heel stil, anders maken we Murphy wakker. Gooi je naar mij! Gooi je naar mij! Wauw, jij bent hier echt supergoed in. Mooi gevangen, Sarah. Sorry, Caillou, maar ik heb net de ladder uitgeleend. Jullie zullen even iets anders moeten verzinnen om te gaan doen. Caillou keek goed rond in de tuin, maar hij zag nergens speelgoed liggen. Ik weet iets. Zullen we op mijn kamer gaan spelen? Ik heb nog wat klei liggen. Ja, en ook allemaal auto's. En een hockeyspelletje. Hey. Caillou had heel erg veel leuk speelgoed, maar hij had één probleem. Hij kon zijn slaapkamer niet inkomen. Is er iets, Caillou? Sorry, maar jullie mogen er niet in. Je kamer wordt geverfd, weet je nog? Oh, vergeten. Maar ik wilde wat speelgoed halen om mee te spelen. Ik heb net al je spullen in dozen gestopt, Caillou. En er zit echt overal verf. Jullie moeten gewoon nog even wachten, goed? Oké. Sorry jongens, we gaan dus niet kleien. En we hebben geen autootjes. En dus ook geen hockeyspel. Dat was lief van je om je springtouw te gaan halen, Sarah. Ja, dit is leuk. Het was fijn om met het springtouw van Sarah te spelen. Totdat Murphy opeens weer wakker werd. En zin had om lekker mee te spelen. Nee, Murphy! Nee! Murphy vond dit een geweldig spelletje. Murphy! Brave jongen. Ik pak hem wel. Oh, nee! Oh, jee. Volgens mij hebben we een nieuw springtouw nodig. Dat is de derde deze week. Caillou baalde een beetje. Deze middag liep niet zoals hij het zich had voorgesteld. Ik ga het vragen. Oké. Hoi, jongens. Hoi, mama. Mogen we even wat zoeken om mee te gaan spelen? Ja, natuurlijk. Maar ik denk niet dat je hier iets zult vinden.
spulletjes? Ik heb wat ballen gevonden en wat stokjes. Hoera. Rubberen handschoenen. Caillou en zijn vrienden keken goed rond, maar ze vonden alleen wat onbruikbare dingen. Het leek wel of er niets was om mee te spelen. Wat ben jij aan het doen, mama? Ik maak twee blikken verf open. Ik wil de kleuren met elkaar mengen, want dan krijg ik een nieuwe kleur voor jouw kast. Terwijl Caillou naar mama keek, kreeg hij plotseling een idee. Misschien kunnen wij samen ook iets nieuws gaan maken. Een heel nieuw spel. Met al die ballen daar en die stokken en zo. Ja, dat is leuk. De kinderen deden enorm hun best om een mooi spel te maken. Iedereen krijgt een eigen bal. En speciale stokjes. Huh? Kijk nou, moet je kijken wat ik doe. Ik moet toegeven, volgens mij wordt dit een heel interessant spelletje. Volgens mij hebben we onze keeper gevonden. Nee, Murphy, die is niet voor jou. Caillou en zijn vrienden stonden klaar om met het spel te beginnen. Ze hadden zelfs al een naam bedacht. Ja, leuk bal! Wee, ik sta aan top! Oh, nu niet meer. Murphy! Alles kan gebeuren bij leuk bal. De enige regel is dat het leuk moet zijn. Oeps, sorry. Nou heb ik jouw bal. Caillou, ik heb eindelijk wat dingen om mee te spelen voor jullie. Bedankt hoor, mam. Maar we hebben ze niet meer nodig. Ons nieuwe spel is superleuk. Goed dan. Ga dan maar weer snel verder spelen. Kom op, het is mijn beurt. Een goal! Goed gedaan. Die dag hadden Caillou en zijn vriendjes samen heel veel plezier. Ze hadden helemaal geen speelgoed nodig. Ze maakten het zelf wel leuk. Gloeiende herinnering. Mooie raket, Leo. Dank je. Ik heb van mama deze stift gekregen. Hij gloeit. Echt waar? Ja, maar hij gloeit alleen in het donker. Je moet er 's nachts naar kijken. Caillou vond dat interessant. Hij had nog nooit een stift gezien die kon gloeien in het donker. Mag ik hem lenen? Ik weet niet. Ik heb hem echt nodig. Ik moet een speciale verjaardagskaart maken voor oma. Toe, ik neem hem morgen weer voor je mee. Ach, goed dan. Maar niet vergeten. Beloofd. Caillou wilde heel graag de nieuwe stift van Leo uitproberen. Hij kon niet wachten om te zien hoe het zou gloeien in het donker. Zo. Oeh. Nog niet donker genoeg. Caillou, het eten staat klaar. Caillou wist dat het rond etenstijd snel donker zou gaan worden. Dan zou de stift pas echt gaan gloeien. Ik kom al, mama. Ik ben blij dat je het lekker vindt, Caillou. Maar rustig aan. Je hebt vandaag wel heel erg veel trek. Ik moet opschieten. Oh ja, hoezo dan? Ik kan niet wachten tot het donker is. Hoorde je dat ook, schat? Caillou kan niet wachten om naar bed te gaan vanavond. Bij tijd? Nee, ik heb een stift van Leo geleend. Hij gloeit in het donker. Ik
Ik heb het nog niet gezien, maar volgens mij gloeit hij supergoed. Je had helemaal gelijk, Caillou. Dat is een hele gave stift. En ook een hele mooie tekening. Dank je, papa. Hij gloeit echt super. Niet vergeten Leo morgen zijn stift terug te geven. Doe ik. Hoi, Caillou. Mag ik mijn stift terug? Oh, nee. Ik ben hem vergeten. Maar je zou hem toch meenemen? Het spijt me, Leo. Ik neem hem morgen mee. Wat als je hem weer vergeet? Ik heb hem nodig. Ik heb nog geen kaart voor mijn oma gemaakt. Ik zal het onthouden, dat beloof ik. Hé, wil je een toren met me bouwen? Dat is goed. Dag, Caillou. Niet vergeten. Wat vergeten? Caillou was nu alweer zijn belofte aan Leo vergeten. Ik bedoel mijn stift. Je hebt beloofd dat je morgen meeneemt. Oh ja, natuurlijk. Caillou wist alleen niet hoe hij moest onthouden dat hij de stift van Leo mee moest nemen. Mama, hoe onthoud jij alle dingen? Dingen onthouden? Tja, soms dan schrijf ik ze gewoon op. Zoals mijn boodschappenlijstje als we gaan winkelen. En als je niet kunt schrijven? Nou, dan zou ik er denk ik een tekening van maken. Ja! Caillou vond dat een geweldig idee. Hij ging een tekening maken om de stift van Leo niet te vergeten. Aha! Zo, nu vergeet ik hem niet. Hallo, Caillou. Heb je zin in een potje voetbal voor het eten? Ja, leuk! Doei! Heb je mijn stift bij je? Oh nee, alweer vergeten. Caillou, je had het beloofd. Het spijt me. Ik had een tekening gemaakt als herinnering. Die had ik op tafel gelegd, maar ik heb hem niet meer gezien. Je moet het echt onthouden. Weet ik. Het spijt me. Ik neem hem morgen mee. Driedubbele belofte. Caillou voelde zich schuldig. Hij wilde het goed maken met Leo. Kijk, Leo. Je mag mijn stickers wel hebben als je wil. Bedankt. Die plak ik dan op de kaart van mijn oma. Als ik hem ga maken. Niet vergeten om het bord schoon te maken. Caillou moest echt iets verzinnen, zodat hij de stift van Leo niet zou vergeten. En toen hij juf Martin een briefje op haar bureau zag plakken, kreeg hij een idee. Leo, mag ik een van mijn stickers terug? Waarom? Ik heb een ideetje. Dan vergeet ik jouw stift niet meer. Caillou, je moet opstaan. Oh. Weg. Jaakt! Nee, bedankt, Rosie. Er hoeft niet geprakt. De stift van Leo! Leo, ik heb je stift mee! Je hebt het onthouden! Nu kan ik de kaart van mijn oma maken! Als ik het niet vergeet! Zo, dan vergeet je het niet meer! Bedankt, Caillou!
Leo was blij dat hij een sticker van Caillou mocht gebruiken. En Caillou was blij dat hij nu wist hoe hij iets kon onthouden als het belangrijk was. Caillou maakt compost. Caillou vond het altijd heel gezellig bij zijn oma. Hij vond het vooral leuk om op zolder naar mooie dingen te zoeken. Oh. Oma, kijk, ik ben een goochelaar. Abracadabra. Dat probleem los ik wel voor je op. Caillou vond het leuk om een goochelaar te zijn. Hij wilde allemaal bijzondere trucs bedenken. Zo, je ziet er weer picobello uit. Je mag buiten oefenen met toveren terwijl ik in de tuin werk. Dat is goed. Zo maak ik wel een hoop troep in de tuin. Abracadabra, het is al verdwenen. Hoera, ze zijn nergens meer te zien. Abracadabra, bloemen, groei! Volgens mij moet je bij dit soort magie eventjes geduld hebben. Plantenmagie duurt echt heel lang. En kan je misschien ook je lunch wegtoveren? Ja! Oma, wilt u misschien een banaan? Heel graag, dat lijkt me wel lekker. Abracadabra, hij is verdwenen. Wat een goede truc. Ik weet er nog eentje. Ik ga van deze melk pap maken. Abracadabra. Bravo! Caillou wist heel veel kleine tovertrucs, maar hij wilde iets bedenken wat heel bijzonder was om aan iedereen te laten zien. Ik gooi dit wel bij het vuilnis, oma. Oh nee, dat is geen vuilnis. Maar het is plakkerig en viezig. Ik gebruik het in mijn tuin. In uw tuin? Kom maar, dan laat ik het je zien. Is dat een afvalbak? Nee, dat is een compostvat. Ik stop er voedselrestjes in, zoals fruit en groente en broodkruimels en eierschalen. Maar geen vlees- of melkproducten, zoals bijvoorbeeld kaas of vla. Ik gooi er ook plantenresten bij en een beetje water. Dat zal vast wel heel erg plakkerig worden. Ah, maar dan heb ik een verrassing voor je. In dit compostvat hier verandert al dat vieze spul in iets wat je niet verwacht. Is het een tovertruc? Ja, het lijkt best wel op een soort van tovertruc. Wil je zien wat het uiteindelijk wordt? Ja, graag. Aarde? Verandert het allemaal in aarde? Het is geen aarde. Het heet compost. En het duurt weken en weken voor het klaar is. Dus een compostvat maakt compost. Dat klopt. Compost is een soort rijke voeding waardoor mijn planten gaan groeien. Het is eten voor de planten. Wauw. En doordat ik alle voedselrestjes hiervoor gebruik, heb ik dus veel minder vuilnis voor de vuilnisbelt. Dat is de allerbeste tovertruc die ik ken. Dat is het zeker. Caillou kon niet wachten om zijn nieuwe tovertruc zelf uit te proberen. Caillou, wat ben je daar aan het doen? Ik ga jullie de beste tovertruc ooit laten zien. Aardappelschillen, broodkorst, mais, maar geen kaas. Vanwege de melk. Vies! Wat is dit voor een tovertruc, Caillou? Ik verander al deze viezigheid in echt planten eten. Oh, we moeten wel een compostvat hebben voor deze truc. Ik weet niet waarom, maar vooruit dan, Caillou.
Caillou werkte week na week heel hard, maar er leek niets te gebeuren. Hij begon te denken dat zijn tovertruc misschien niet zou werken. Het gaat echt heel goed, Caillou. Niet vergeten, plantenmagie duurt heel erg lang. We moeten nog een hele maand wachten. Oké. Caillou moest een hele maand wachten. Het leken echt heel veel dagen. 30 dagen, om precies te zijn. Ja! Maar toen was het wachten eindelijk voorbij. Kom kijken, iedereen! Optocht! Ik kan niet wachten om het te zien. Caillou had heel veel zin om iedereen zijn grote tovertruc te laten zien. Maar hij was ook een beetje bezorgd. Wat als het niet gelukt was? Het is tijd voor de allerbeste tovertruc die er is. Ik tover eten en gras en blaadjes en water om in compost. Dat is planten eten. Abracadabra, compost! Caillou hoopte dat hij niet alleen wat vieze etensresten zou vinden. Tadaa! Dat is fantastisch! Hoera voor Caillou de Geweldige! Ik heb eigenlijk niet echt iets gedaan. Tuurlijk wel, Caillou. Je hebt heel erg hard gewerkt zodat deze truc lukte. Je bent inderdaad Caillou de Geweldige. Voor mijn volgende truc gebruik ik mijn nieuwe compost om bloemen te laten groeien. Caillou was trots. Het had heel lang geduurd voordat deze plantentruc werkte, maar het was het wachten waard. De boom van Caillou. Pak hem, Rosie. Pak hem. Walloon. Caillou en Rosie hadden heel veel plezier met hun ballon. Ik pak hem wel, Rosie. Mama, wat zijn papa en die man aan het doen met onze boom? Papa gaat samen met meneer McFarlane de boom omkappen. De boom kappen? Maar ik hou van die boom. Boom. Ja, ik hou ook van die boom. Maar herinner je je nog die grote storm? Ik denk dat de boom beschadigd is toen de bliksem hem geraakt heeft. Caillou kon het zich nog herinneren. De donder was heel hard en door de bliksem werd alles plots heel licht. Nu moet de boom gekapt worden, zodat hij niet omvalt en het huis beschadigt. Maar wat gaan ze dan nu doen met die boom? Tja, we gebruiken een deel als haardhout. En waar gaan alle vogels en eekhoorns nu wonen? Caillou was verdrietig. Hij wilde niet dat die oude boom gekapt werd. Rosie daarentegen vond het allemaal reuze interessant. Boom omgevallen. Dat was pas een goede training. Waarom kijk je zo droevig, Caillou? Caillou is een beetje verdrietig over de oude boom. Oh, ik begrijp het. Ik weet iets leuks om te doen. Ik ga vandaag iets heel speciaals doen. Ga jij met me mee? Dan doet Rosie ondertussen haar dutje. Caillou vond het een leuk idee om iets speciaals te doen met zijn vader. Mag Rexy dan ook mee? Tuurlijk. Zou niet weten waarom niet. Wauw! We zijn er bijna, Caillou. De boomboer woont hier vlak om de hoek. Boomboer? Ik wist niet dat we naar een boomboer gingen. Ik wist niet eens dat de boomboer bestond. Jazeker. Het lijkt een beetje op de winkel waar mama haar plantjes koopt. Maar hier hebben ze hele grote bomen. Gaan we een nieuwe boom kopen, papa? Misschien. We zijn er. Caillou was verbaasd dat er zoveel bomen waren. Er waren bomen in alle soorten, vormen en maten. Nu lijkt het net alsof we in de jungle wonen, Rexy. Mag ik helpen een boom uit te kiezen, papa? Natuurlijk. Kom maar mee. Wat voor boom wil je gaan kopen, pap? Nou, misschien eentje die voor schaduw zorgt in de zomer. Dan hebben we een fijne, koele plek om te zitten.
Ik wil er graag een die vogels en eekhoorns leuk vinden. Wat een goed idee. Bomen zijn fantastische huizen voor heel veel dieren. En ze maken de lucht die we inademen schoon. Wat vind je van deze hier? Die heeft een bijzondere vorm. Caillou wist niet zeker of dit de juiste boom voor hun tuin was. Zeg, wat vind jij, Rexie? Rexie en ik vinden hem te klein. Nou, vooruit. Iets groters dan. Wat vind je van deze? Een eik. Dit noemen we een loofboom. Een loofboom? Een loofboom heeft brede bladeren, zoals deze. Ze vallen eraf in de herfst en groeien dan weer aan in de lente. Dan verliest hij wel heel veel bladeren, want dit is een hele grote boom. Je hebt gelijk. Zullen we dan toch maar voor ietsje kleiner gaan? Dit hier is een papierberk. Zie je hoe de schors van de boom een beetje op papier lijkt? Vind je hem mooi? Hij is te papierderig. Papa liet Caillou heel erg veel bomen zien. Maar niet één was er goed genoeg voor Caillou. En wat vind je van deze, Caillou? Deze wil ik, papa. Deze wil ik. Een esdoorn. Net als de vorige. Hij is perfect. Pardon, meneer. Wij willen graag deze boom, alstublieft. Natuurlijk. Ik kom zo bij u. Wat een mooie tekening, Rosie. Oh, kijk. Moet je zien. Papa en Caillou zijn terug. En ze hebben iets bijzonders meegenomen. Kijk, Rosie. Onze nieuwe boom. Waar gaan we hem nu planten, papa? Laten we een mooi plekje uitzoeken in de achtertuin. Kijk, ik heb de schepjes al in de kar gezet. Waarom hebben we mijn wagen nodig? Nou, dan hoeven we die grote boom niet te tillen. Maar kunnen we hem gewoon naar de achtertuin rijden. Hij is heel erg zwaar. Caillou vond het wel leuk om een stukje te gaan rijden met de boom. Dit wordt dan al het tweede ritje van onze mooie boom. Eerst in de auto en nu in mijn wagen. Ik denk dat dit een goede plek is. Hier heeft de boom meer dan genoeg ruimte om te groeien. Mag ik ook graven? Graven! Rosie ook! Oké, maar ik waarschuw jullie, graven is zwaar werk. Wij houden van zwaar werk. Ja toch, Rosie? Rosie, graaf! Armaatjes, daar gaan we. En misschien vinden we nog wel een schat ergens in de grond. Graven is echt zwaar werk. Nou en op. Maar we zijn klaar. Ja! Zo, nu moeten we het gat opvullen met aarde. Caillou en Rosie, kunnen jullie wat aarde hier naartoe brengen? Dat vond Caillou wel een heel goed idee. Hij en Rosie speelden heel graag met zand. Kijk, Rosie, een vrachtwagen. Zo. En, wat vind je ervan, Caillou? Vind je hem mooi? Ja, heel erg mooi. Met een beetje water en zonlicht wordt deze boom straks groot en sterk. Net als Rosie en ik. Ja, dat klopt, Caillou. Jullie worden allemaal samen groot. Caillou merkte opeens dat hij niet de enige was die de nieuwe boom mooi vond. Kijk, vogels. Die vinden onze boom ook mooi. De vogels waren het ermee eens. De nieuwe boom van Caillou was een geweldige aanwinst voor de tuin. Caillou bespaart water. Caillou leerde altijd interessante dingen op de peuterschool. Vandaag ging het in de klas over water. Water komt als regen uit de lucht. Maar waar gaat het daarna naartoe? Het gaat naar de planten en de bloemen en de bomen. Klopt. De regen zakt dan in de grond. Dan voedt het de planten, zoals Caillou al zei. En daarna spoelt het weer terug naar de meren en rivieren. Dan verdampt het. En zweeft het omhoog, waar het wolken vormt. En dan gaat het weer... Dan gaat het weer regenen. Klopt. Wauw. Wow.
Waar gebruiken we water voor? Om te drinken. Om te douchen. Tanden te poetsen. En de afwas doen. Juist. We gebruiken elke dag veel water. Maar we moeten proberen om wat minder water te verbruiken. Dan blijft er genoeg over voor iedereen die het nodig heeft. Mensen, dieren en zelfs planten. Caillou wilde heel graag minder water gaan verbruiken thuis. Maar hij wist nog helemaal niet hoe. Juf Martin, hoe kan ik minder water gebruiken? We gaan daar maandag samen over praten. Denk er maar eens over na tijdens het weekend. Ik ben benieuwd wat je zelf kan verzinnen. Oh, dat is goed. Dag, Jeff. Dag, Caillou. A, B, C, D, E, F, G. Rosie, wat goed. Hoi, papa. Wat ben je aan het doen? Ik ben de sla aan het wassen. Nee, papa, niet doen. Nee, papa. Juf Martin zegt dat we minder water moeten gebruiken. Ja, daar heeft ze wel gelijk in. Nee, mama. Je mag geen water pakken. Wat? We besparen water. Nee, mama. Nee, nee, nee. Nee, Gilbert. Geen water. Ah. Oh, ga je gang, Gilbert. Neem maar wat te drinken. Gilbert heeft dorst, Rosie. Sorry, Gilbert. Ik moet de sla wel wassen voor we gaan eten. Ik denk dat je een andere manier moet bedenken om water te besparen. Oké. Bedenken hoe je water kunt besparen was moeilijker dan Caillou had gedacht. Ik ga water besparen door vanaf nu af aan me niet meer te wassen. Ik weet dat je iets goeds probeert te doen, Caillou. Maar ik wil eigenlijk wel dat je in bad gaat. Zal ik dan gewoon stoppen met tanden poetsen? Nee, maar we kunnen wel water besparen door de badkuip minder vol te doen en door de kraan uit te zetten als we onze tanden poetsen. Mama, die kraan is aan het druppelen. Oh, je hebt gelijk. Wat goed dat je het zegt. Weet je, we kunnen ook water besparen door die kraan te repareren. Niet heel erg veel water. Het drupt echt maar een ietsie-pietsie beetje. Ja, maar al die kleine druppeltjes zijn samen heel veel. Ik heb wel een idee. Zullen we de druppels vannacht opvangen, dan kunnen we zien hoeveel water deze kraan verspilt. Dat is dan ons experiment. Een experiment? De volgende dag was Caillou heel erg benieuwd hoeveel water er in de emmer was gevallen. Wauw! En dat is nog niet alles. Ik heb hem al 2 keer leeggegooid vannacht in deze grotere emmer. Komt dat echt van onze druppelende kraan? Wauw, superveel! Ja, al dat water was anders gewoon zomaar weggespoeld. Dus door de kraan te maken, besparen we zoveel water. En dat kunnen we gebruiken om de vloer schoon te maken of de ramen te wassen. Of Gilbert's drinkbak bij te vullen. Of misschien lekken er nog meer van onze kranen. Ik ga wel even kijken. Caillou, kom maar naar binnen. Volgens mij is de lucht aan het lekken. Caillou zag dat papa gelijk had. De wolken lekten water, net als de lekkende kraan in de badkamer. Toen kreeg Caillou een geweldig idee. Wat ben je aan het doen, Caillou? Ik ga water besparen. Heel veel water. Wauw, moet je kijken, Rosie. Oeh. Ik heb echt superveel water opgevangen.
En mag ik dit water gebruiken om de plantjes water te geven? Mhm. En dan mag ik nu zeker wel al mijn potten en pannen terug. Ja. Weet je, Caillou, in plaats van deze potten en pannen kunnen we ook een grote ton halen om de regen op te vangen. Ja! Dus papa en ik hebben toen een regenton gekocht, net als deze. Die hebben we in de achtertuin gezet. En de volgende keer dat het regent, wordt de ton helemaal gevuld met regenwater. Wat geweldig, Caillou. Dat is een heel erg slim idee. Papa zegt dat we met het regenwater de tuin kunnen sproeien. En ons pierenbadje vullen en het vogelbadje ook. Wacht eens even. Juf Martin, deze kraan lekt. Die moeten we maken, hoor, want zo verspillen we water. Ach, Caillou, je hebt gelijk. Dat moeten we nu onmiddellijk gaan maken. Dank je. Caillou was heel erg trots op zijn ideeën om water te besparen. Want elk druppeltje telt mee. Konijnengedoe. Caillou zocht overal, maar hij kon zijn speciale shirt niet vinden. Hey, Caillou, kleren opvouwen kost me hartstikke veel tijd. Maar mama, ik heb mijn knutselshirt nodig voor school vandaag. We gaan papier-mâché'en. Bedoel je dat shirt? Je hebt het gevonden! Ik had het gisteravond al voor je klaargelegd. Je moet dit na schooltijd wel even opruimen. Nou, snel aan tafel, anders heb je geen tijd voor het heerlijke ontbijtje. Rosie had de hele nacht liggen hoesten en niezen. En daardoor was mama ook de hele nacht wakker geweest. Door deze pannenkoeken voel je je vast weer beter. Konijntje! Wat zal ik van papier-mâché maken, mama? Misschien een leeuw? Of een draakje? Wat dacht je van een dinosaurus? Mama dacht dat Caillou een mooie dinosauruspannenkoek wel mooi zou vinden. Maar het viel hem helemaal niet op. Ja, misschien een dinosaurus. Of misschien een... konijntje. Nee, Rosie, ik wil geen konijntje maken. Oh, arme Rosie. Ik wou dat ik je beter kon maken. Wat ga jij maken, Caillou? Eerst wilde ik een dinosaurus maken, maar ik weet nu iets beters. Ik ga een konijntje maken voor Rosie. Ze is ziek. Mag ik dan een dinosaurus maken? Tuurlijk. Glibberen. Goed zo. Pak een strook krantenpapier, doop hem in de lijm en plak hem op je ballon. Eeuw, jak. Caillou deed heel erg zijn best op zijn papier-mâché konijn. Rosie zou er vast heel blij mee zijn. Het papier-mâché vannacht drogen en morgen gaan we onze dieren verven. Ja! 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 Yeah! Volgens mij heeft Rosie me aangestoken. Klaar om te gaan slapen, Caillou? Aha. En ik heb mijn kleren opgeraapt, mama. Opgeraapt wel, ja.
Caillou was zo bezig met zijn konijn dat het hem niet opviel hoe moe mama was. Wacht maar tot je hem ziet, mama. Het konijn van Rosie heeft lange oren en ik heb zelfs snorharen gemaakt. Oh, dat klinkt geweldig, Caillou. Ik hoop dat Rosie hem mooi vindt. Oh, nee toch. Moet je je knutselshirt zien? Kun je hem schoonmaken zodat ik hem morgen weer aan kan? Alsjeblieft. Ik ga Rosie's konijn verven. Oké. Ik zal mijn best doen. Als je wel belooft dat je je kleren voortaan niet meer op de grond gooit. Ik beloof het. Rosie, beter? Mama, waar is mijn knutselshirt? Dat ligt op de stoel. En wat zeg je dan? Achoo! Oh, ik was nog laat op om te wassen. Dank je. Wat een mooi blauw konijn, Caillou. Hij is voor mijn zusje, Rosie. Daar is ze vast erg blij mee. Caillou was trots. Hij kon niet wachten om zijn konijn aan Rosie te laten zien. Volgens mij ben jij bijna beter. Papa, schiet op! Oh, daar zullen we je grote broer hebben. Oepsie! Rosie, ik ben thuis! Caillou kon eindelijk zijn verrassing aan Rosie laten zien. Kijk eens wat ik voor je heb gemaakt. Een konijntje. Caillou ook puzzel? Caillou was teleurgesteld. Rosie had haast geen oog voor het konijn. Kijk, Rosie, een konijntje. Hoi, Rosie. Ik ben een konijntje en ik hou van worteltjes. Njom, njom, njom. Nee, puzzel. Maar Rosie, kijk. Hij heeft snorharen. En ik heb hem blauw geverfd, je lievelingskleur. Puzzel, leuker. Wat is er, Caillou? Je kijkt een beetje sip. Ik heb hard gewerkt aan het konijn van Rosie, maar ze vindt hem niet mooi. Als je hard aan iets werkt, is het soms moeilijk als iemand daar niet zo blij mee is. Wil je me anders helpen met het eten? Dan was jij de wortelen, terwijl ik de aardappelen schil. Oké. Ik ben klaar. Goed gedaan, Caillou. Nou, als jij deze aardappelen eens prakt. Het eten maken is veel werk, mama. Ja, dat is het zeker. Net als kleren opvouwen en een lievelingsshirt wassen. Dat is allemaal veel werk. Caillou had zich nooit gerealiseerd wat mama allemaal deed om hem blij te maken. Dank je, mama. Graag gedaan, Caillou. En trouwens, ik vind je konijn supermooi. Waar ga je naartoe? Ik ben een heel braaf konijntje en ik ga mijn kleren opruimen voor het eten. Op deze manier bedankte Caillou zijn moeder voor alles wat ze voor hem deed. Caillou en zijn familie maakten graag een rondje op de fiets. En ze zorgden goed voor hun fietsen. Vooral Caillou zelf. Rosie wassen? Nee, dankjewel. Ik doe het zelf. Die niet, Rosie. Oh, nu wordt mijn hoofd helemaal nat. Ik geloof dat Rosie graag wil helpen. Is er niet iets dat ze kan doen? Je kunt de handvatten wel wassen, maar wees voorzichtig. Goed zo, ik haal een droge handdoek. Krassen! Er zitten krassen op, Rosie. Kijk maar.
Uh-oh, inderdaad. Ik zei nog, doe voorzichtig. Ik wist dat ik het zelf had moeten doen. Sorry, Caillou. Nou, ze deed het niet expres, Caillou. Maar Caillou was zo van streek dat hij niet luisterde. Hij dacht maar aan één ding. Rosie had iets waar hij dol op was bekrast. En dat mocht niet nog eens gebeuren. Dus besloot hij alles wat hij aan Rosie had uitgeleend weer terug te pakken. Eeuw, Rosie! Mijn trommel! Die is van mij! Caillou, wat ben je aan het doen? Ik ben al mijn speelgoed aan het verzamelen. Het is veiliger in mijn kamer. Hé, dat is mijn tamboerijn. Zo, nu weet Rosie niet meer waar ze zijn. Bananen? Oh, nee, dank je. En van nu af aan moet je eerst kloppen. Mijn kamer is privé. Oh, ga maar in de speelkamer spelen. Oké. Ze vergeet vast dat ze moet kloppen. Hahaha, nu kan ze me niet besluipen. Caillou voelde zich beter nu zijn speelgoed in veiligheid was. Tot hij zich plotseling iets realiseerde. In de speelkamer ligt ook nog speelgoed. Wat is dat? Dat is tape. Ik deel de speelkamer in tweeën. Van nu af aan is deze kant van mij en die kant is van jou. Ik blijf van jouw spullen af als jij van de mijne af blijft, oké? Oké. Oeh, sticker. Voor Caillou. Geef je me deze? Maar dat is je mooiste sticker. Dank je wel, maar je moet hem echt bewaren voor je plakboek. Oeps, de tape is op. Even snel nieuwe halen. Zaklamp, vuilniszakken, tape. Gesloopt. Misschien kan ik hem maken. Caillou, er is iets vreemds aan de hand met mijn gitaar. Heb jij me soms iets te vertellen? Ik heb hem gesloopt. Het spijt me. Ik deed het niet expres. Ik probeerde hem te maken. Ja, dat zag ik, ja. Het geeft niks, Caillou. Maar laat hem voortaan maar door mij repareren. Oké, maar ben je niet boos? Wel, nee. Dat kan toch gebeuren? Toen Rosie mijn fiets liet vallen, toen was ik heel erg boos. En hoe denk je dat Rosie dat vond? Ze voelde zich waarschijnlijk schuldig. Ja, dat denk ik ook. Dus, wil je leren hoe je gitaarsnaren verwisselt? Ja, maar kan het ook strakjes? Ik moet eerst iets doen. Tuurlijk, jongen. Van mij! Weet ik pak hem niet af. Rosie, sorry dat ik boos deed over mijn fiets. Ongelukjes kunnen iedereen overkomen. Zelfs mij. Dus je mag gewoon met mijn speelgoed spelen, oké? Oké. Wil je met mijn tamboerijn spelen?
Ik geloof dat ze dat wel wil, ja. En als je me die sticker nog steeds wilt geven, weet ik een goede plek om hem te plakken. Oké. Mooi. Ziet er top uit. Nou en of. En wie heeft er zin om mee te gaan fietsen? Ik. 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 Caillou en Rosie waren weer vriendjes. Ze hadden geleerd hoe ze elkaar konden vergeven. Tongflubbers. Rosie had een gezellig theefeestje in haar kamer. Maar opeens hoorde ze... gegiegel. Rosie had geen idee waarom Caillou en André zo moesten lachen. Maar ze wilde er wel achter komen, zodat zij ook kon lachen. Oké, moet je deze horen? Oké, nu ik. Oh, zo, die was harder dan die van mij. Grappig geluid. Caillou en André waren bang dat Rosie hun pret zou bederven. Kom mee, Rosie. Dit is voor grote kinderen. Ga maar terug naar je eigen kamer. Dat was de beste tongflubber tot nu toe. Ik wist niet dat je zo grappig was, Rosie. Ik ga wel. Het zijn waarschijnlijk onze gasten. Precies op tijd. Caillou, Rosie, aan tafel. Wauw, dat is snel. Jullie hebben vast flinke trek. Alles staat al bijna op tafel. En willen jullie ook wat drinken bij het eten? Melk of appelsap? Opa en oma zijn er. Vinden jullie het gezellig dat ze komen eten vanavond? Caillou vond de tongflubbers van Rosie erg grappig. Maar mama en papa dachten daar anders over. Ik geloof dat ze vandaag iets nieuws hebben geleerd. Ja, en ik weet niet zeker of ik er blij mee ben. Opa! Oma! 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 Hey, Caillou! Wat ben ik blij je weer te zien. En hebben jullie een leuke dag gehad? Dus je hebt geen leuke dag gehad. Onze dag was geweldig. André en ik hebben Rosie leren tongflubberen. Dat is grappig, toch? Jongens, er wordt hier niet meer getongflubberd aan tafel. Dat is niet netjes. Die avond giechelde Caillou nog steeds als hij dacht aan de tongflubbers van Rosie. Welterusten, lieverd. We houden van je. Caillou, ik denk dat we even moeten praten. Tongflubberen kan best grappig zijn, maar soms is het heel ongepast. Wat dus? Het is ongepast. Dat betekent dat het niet netjes is om je zo te gedragen. En als jij er zo om blijft lachen, dan houdt Rosie er niet mee op. Maar tongflubbers zijn grappig. Dan is het toch niet erg? In het openbaar kunnen sommige dingen gewoon niet. Ook grappige dingen. Tongflubberen is prima als je lol hebt onder vrienden of broers en zussen. Maar in bijna alle andere gevallen is het niet netjes om vieze geluiden te maken. Zoals tongflubbers. Snap je dat? Oké, jongen. Tijd om te gaan slapen. En niet vergeten, morgen is het de open dag van de kleuterschool. Open dag? Oh ja. Wat rustig. Caillou vond het heel spannend om zijn ouders rond te leiden op de peuterschool. Kom nou mee. Welkom. Wat fijn dat jullie hier zijn. We gaan zo de tekeningen van de leerlingen laten zien. Of niet soms, Caillou? Ja, ik heb een speciaal schilderij gemaakt. Ik ook. Hoi, Leo.
Allemaal van harte welkom op deze open dag. Kijk allemaal rustig rond in de klas, maar voordat u dat doet, wil ik u de kunstwerken laten zien die de kinderen hebben gemaakt. Oh, mooi. Ja, wat mooi. Wat mooi. Echt mooi gedaan. Caillou was zo trots als een pauw om zijn tekening aan de muur te zien hangen. Hij kon niet wachten om ermee te pronken. Die is van mij. Kijk daar. Oh, wauw. Oh, hij is prachtig, Caillou. Mm-hmm. Wat vind jij van je broers tekening, Rosie? Dat was grappig. Niet iedereen vond de tongflubber van Rosie grappig. Met name Caillou niet. Deze keer niet. Oh, liefje. Sorry dat we moesten lachen. Maar we lachten echt niet om jou of om je tekening. Nee hoor, alleen om Rosie's tongflubber. We vonden je tekening geweldig. Ja, maar niemand heeft naar mijn tekening gekeken. Ze hebben alleen maar gelachen. Oh, je had gelijk. Heel af en toe zijn tongflubbers dus wel ongepast. Dat ga ik ook aan Rosie zeggen. Je moet stoppen met dat tongflubberen. Soms is het niet netjes. Dat was niet lief wat je deed. Ik ben niet boos, maar doe maar geen tongflubbers meer, oké? Niet meer? Niet meer grappig geluid? Nee, doe maar niet. Nou ja, heel af en toe dan. Als we met z'n tweetjes zijn en lol trappen, oké? Oké. Oké. Kom mee, Rosie. Gaan we spelen. Caillou snapte nu dat je in het openbaar soms goed moest opletten op wat je zegt en doet. Bijvoorbeeld tongflubberen. Waar is Mars? Zo, deze is klaar. Caillou en zijn vader werkten gezellig aan een model van het zonnestelsel. En hebben we alle planeten, papa? Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. Ja hoor, we hebben ze allemaal. Papa, Rosie honger. Oké, Rosie, ik pak iets lekkers voor je. Wat is dat, Caillou? We bouwen het zonnestelsel. Om te laten zien. Het is een model van alle planeten, Rosie. De planeten die hoog in de lucht zweven. Net als de sterren. Dit is onze planeet, de aarde. Rosie had niet veel interesse voor de planeten of het zonnestelsel. Ze had meer oog voor de felgekleurde ballen op tafel. Stuiterbal. Rosie? Oh, kom terug. Nee, Rosie. Deze ballen zijn van mij. Voor mijn model. Ze zijn van Caillou, Rosie. Je kunt vast wel ergens anders mee spelen. Er mogen geen planeten ontbreken uit het zonnestelsel, toch? Waar heb je trek in, Rosie? Heb je zin in een crackertje met kaas? Kijk eens. Dankjewel. Mars. En de aarde. En jij, Caillou? Wil jij ook iets? Oh ja, lekker! Ik lust wel wat. Dat snap ik wel. Een zonnestelsel bouwen is hard werk. Dank je. Bedankt, papa. Hey, ik ben een van mijn planeten kwijt. Rosie, waar is Mars?
Mars! Rosie had geen idee waar Caillou het over had. Ze wist nog niks over de planeten. Je weet wel, die kleine rode bal. Waar is hij? Rosie weet het niet. Ik weet dat jij hem hebt, Rosie. Geef hem terug. Rosie, heb jij soms Caillou's rode bal? Tuurlijk wel. Ze heeft hem vast in haar zak gestopt. Dat is mijn auto. Dat is mijn sleutelbos. Jij bewaart wel een hoop in je zakken, Rosie. Weet je zeker dat dat alles is? Geen bal? Geen bal. Ik weet zeker dat ze hem heeft, papa. Rosie neemt altijd mijn spullen mee. Hij ligt waarschijnlijk in haar kamer. Caillou dacht dat hij iets onder Rosie's bed zag. Stofwolkjes. Oh, hij moet hier ergens liggen. Caillou wilde heel graag zijn bal vinden. Zijn model moest perfect zijn voor zijn spreekbeurt. Ik kan mijn zonnestelsel niet laten zien zonder Mars. Dat heeft papa nog zo gezegd. Er kunnen natuurlijk geen planeten ontbreken uit ons zonnestelsel, toch? Hij moet hier ergens liggen. Caillou wist dat kleine rode planeten niet zomaar konden verdwijnen. Ik weet het, hij ligt vast in de woonkamer. Waar is hij toch? Muntjes. Ugh, oude popcorn. Gilbert's muis. En hoe gaat het, Caillou? Heb je Mars al gevonden? Nee, mijn model is verpest. Maar kan je niet iets anders voor Mars gebruiken? Maar wat dan? Ik heb geen andere rode ballen. Dit is allemaal Rosie's schuld. Ik snap dat je van streek bent, Caillou, maar je zusje de schuld geven helpt vast niet. Nee, en het lost ook je probleem niet op. Wat als je nou een witte bal rood maakt met een van je stiften? Caillou dacht er even over na. Hij wilde zijn model heel graag meenemen voor zijn spreekbeurt. Dat ga ik proberen. Caillou's nieuwe planeet was niet zo mooi als de eerste, maar hij was blij met het resultaat. En, vind je het mooi? Ik vind het super, Caillou. Je spreekbeurt wordt vast te gek. Juf Martin zal versteld staan. Ja, het is best goed, hè? Papagaatje, leef je nog? Caillou zag iets bewegen onder het gordijn. En hij vroeg zich af wat het was. Gilbert? Mijn bal! Caillou voelde zich opeens vreselijk. Hij had al die tijd Rosie de schuld gegeven. Maar het was Gilbert die Mars had gekaapt. Ja, Rosie. Stuiterbal. Gilbert had hem meegenomen. Oh, het spijt me. Het was niet jouw schuld. Ben je boos op me? Ben niet boos. Nou, ik ben blij dat jullie het weer hebben bijgelegd. En nu je je bal terug hebt, Caillou, kan je hem weer in je model zetten. Nee, ik heb een beter idee. Ik geef hem aan Rosie. Alsjeblieft. Dank je, Caillou. Rosie was blij met de bal. En Caillou was ook blij. Hij had sorry gezegd. En hij en Rosie waren weer vriendjes.
snacks. Caillou was vrolijk aan het schilderen. En toen? Een tussendoortje. Emma? En heeft iemand misschien de rode stift gevonden? Ik heb hem dus nodig voor mijn nieuwe tekening. En die heb ik voor heel erg gemaakt. Het is nog geen tijd voor je tussendoortje. Maak eerst je schilderij even af. Maar Emma eet nu toch ook iets? Ja, maar Emma mag af en toe een extra tussendoortje. Mag zij dat? Caillou vond het niet eerlijk dat Emma mocht eten, terwijl hij het niet mocht. Ik heb suikerziekte. Wat is dat? Dat is een goede vraag, Caillou. Zal ik het anders even aan de hele klas uitleggen? Oh, ja, dat is het ook beter. Willen jullie allemaal even komen zitten? De ouders van Emma hebben gevraagd om iets met jullie te delen. Emma is erachter gekomen dat ze type 1 diabetes heeft. Dat wordt ook wel suikerziekte genoemd. Het is een ziekte die sommige mensen kunnen krijgen. Een ziekte? Oh, nee. Je hoeft je geen zorgen te maken dat je ook ziek wordt door Emma. Het is niet besmettelijk, zoals bijvoorbeeld een griepje. Wat is suikerziekte? Nou, iedereen heeft suiker in zijn bloed. Maar soms heeft Emma niet de juiste hoeveelheid suiker in haar bloed. Dus meet Emma die hoeveelheid met dit apparaat. Ze neemt medicijnen en soms neemt ze een extra snackje. Zodat ik niet duizelig word of te moe. Heel goed. Hebben jullie nog vragen? Mogen wij ook extra snacks? Ik vrees van niet, Jay. Maar straks mogen we allemaal een snack eten. Ga nu maar weer verder waar jullie mee bezig waren. Ja! Juf Martin had het duidelijk uitgelegd. Maar Caillou voelde zich toch niet helemaal lekker. Hij maakte zich zorgen om zijn vriendin Emma. Oh, Emma, je bent je trui vergeten. Maar ik wil mijn trui niet. Nee, maar straks vat je nog kou. Ja, kom naar buiten. Ja. Doe hem maar aan, voor de zekerheid. Oké, dank je. Vroom, ruimte kapitein en co-piloot, klaar om te landen? Klaar, kapitein. Daar is planeet Mars. Kom mee. Yeah. Hey, waar ga je naartoe? Het is die kant op. Ben je duizelig, Emma? Misschien moet je daar afkomen. Het gaat prima. Ik doe net alsof de glijbaan een grote berg is. Oh, nou, ik kan je hand vasthouden als je eraf gaat. Nee, dank je. Het lukt me alleen ook wel. Die avond maakte Caillou zich nog steeds zorgen om zijn vriendin. Mama, wist je dat Emma ziek is? Nee, dat wist ik niet. Maar ze voelt zich vast snel weer beter. Waarom maak je geen beterschapskaart voor haar? Goed idee! Hoi, Emma. Zal ik je tas voor je dragen? Nee, dat hoeft niet, Caillou. Maar je moet geen zware dingen dragen. Laat mij maar. Dank je. Die mag de mijne ook wel dragen. En die van mij ook. Hé, hey, bedankt, Caillou. Hier, Emma. Deze is voor jou. Maar ik ben nog niet jarig. Dat weet ik wel. Het is een kaart zodat je je weer beter voelt. Dank je, maar ik voel me prima. Oh, nou, dat is mooi. Caillou was erg tevreden. Omdat Emma zich weer goed voelde, dacht hij dat ze weer beter was. Nou, arm omhoog. Hoog in de lucht. Op jullie tenen. Goed zo. Emma, het is tijd voor je snack. Caillou was in de war. Emma zei dat ze zich prima voelde. Dus waarom had ze dan nog extra snacks nodig? Oké, jongens. Ga weer omlaag, lager en tik je tenen aan. Emma is vast en zeker nog ziek. Het was lunchtijd en Caillou maakte zich weer eens een beetje zorgen om Emma. Wil je wat van mijn kippensoep?
Nee, dank je. Ik heb mijn eigen lunch. Caillou was teleurgesteld. Door kippensoep voelde hij zich altijd snel weer beter. Oké, jongens. Niet vergeten. Na de lunch gaan we lekker naar buiten om te gimmen. Joho! Oh, ja! Oké, jongens. Klaar om hard te lopen? Caillou wilde niet hardlopen tegen Emma nu ze zich niet goed voelde. Dit win ik zeker. En dan voelt Emma zich nog slechter. Je moet maar heel rustig lopen. Caillou besloot overdreven traag te rennen. Totdat hij Emma zag sprinten over het gras. Emma, wacht even! Goed zo, allebei gewonnen. Je gedraagt je niet echt ziek. Ziek? Ik ben niet ziek. Maar je hebt toch type 1 dinges? Type 1 diabetes. Dat is anders dan griep of verkoudheid, Caillou. Het is gewoon iets waar ik mee moet leven. Elke dag? Elke dag. Zie je deze pomp? Die geeft me medicijnen zodat ik me goed voel. Ik controleer mijn bloedsuikerspiegel heel vaak. En door de snacks voel ik me niet duizelig. Toen Emma vertelde over alle dingen die ze moest doen om goed voor zichzelf te zorgen, maakte Caillou zich ineens veel minder druk. Voel je je nu duizelig, Emma? Nee. Nog maar een wedstrijdje dan. Oké. Caillou was blij dat Emma nog steeds leuke dingen kon doen. Ze had dan wel een ziekte, maar ze kon gewoon een leuk, energiek leven leiden. Gevonden voorwerpen. Caillou had een hele drukke ochtend. Mama had veel dingen in de planning vandaag. En Caillou en Rosie hielpen haar. Nadat ze de boodschappen hadden opgeborgen, deden ze de was. Oeps! Helemaal klaar. En nog bedankt voor je hulp, Caillou. Wat moet je nog meer doen, mama? Het volgende op mijn lijstje is door de tuinsproeier rennen. Ja! Lunchtijd. Waar is mijn andere sok? Mama, ik ben mijn andere sok kwijt. Ik heb overal gezocht. Oh, die zoeken we na de lunch wel. Oh, waar is mijn ovenwand toch? Hij moet hier toch ergens liggen. Jongens, komen jullie handen wassen? Het is op! Volgens mij heeft iemand een melksnor. Puppy? Waar is mijn puppy? Hij lag net nog naast je stoel, toch lieverd? Waar is hij nou? Alles verdwijnt zomaar ineens. Mijn sok, jouw overwand, Rosie's puppy. Je hebt gelijk, Caillou. Het is heel erg vreemd. Hé, ik hoor de puppy van Rosie. Puppy? Shh, Rosie, luister. Onder de bank. Is
je knuffelpuppy alleen op avontuur? Nee! Gilbert had hem. En jouw overwand. En mijn sok. Puppy. Oh, dus jij had al onze dingen meegenomen. Met die grijpgrage klauwtjes van je. Hij houdt echt van krabben, hè? Nee, Gilbert, foei. Oké, wie gaat er mee naar de speeltuin? Ik! Eerst gaan we maar eens even schone sokken voor jou pakken, Caillou. Kom mee, mama. Maar ik kan mijn sleutels nergens vinden. Gilbert, heb jij mijn sleutels? Iets zegt me van wel. Nee, niet onder de bank. Waar heb je ze gelaten? Ik denk niet dat Gilbert de sleutels heeft, mama. Oh, nee? Hij had de sok en de overwand en de knuffelpuppy, omdat ze alle drie zacht zijn. En hij er lekker in kan krabben met zijn nagels. Jouw sleutels zijn niet zacht. Dat is heel erg slim van je, Caillou. Misschien heb je wel gelijk. Maar waar zijn mijn sleutels dan? Weet je hoe ik verloren dingen opzoek? Je moet teruglopen en dan overal zoeken waar je geweest bent. Dat klinkt als een goed plan. Kan jij het me voordoen? Het laatste wat we deden was middageten. Volg mij! Oh, je gaat achteruit. Nu gaan we zoeken. Hier niks. Nee, maar waar waren we voor de lunch? Buiten! Kom mee! Liggen mijn sleutels daar, Rosie? Nee. Ze liggen niet buiten. Waar gaan we nu heen, Caillou? Hiervoor waren we volgens mij in de bijkeuken. En haalden we de kleren uit de wasmachine. Oh ja, inderdaad. Achter mij aan. Geen sleutels. Nee, niet hier. Hiervoor waren we in de keuken, boodschappen aan het opruimen. Maar daar hebben we al gezocht. En daarvoor brachten we de boodschappen naar binnen. Hier liggen ze dus ook niet. Ik weet dat ik ze had toen we binnenkwamen, want ik heb er de deur mee opengemaakt. Ik denk nog steeds dat Gilbert ze heeft. Oh, Gilbert! Oh, Gilbert! Ik weet dat jij het niet was. Caillou dacht even goed na en besloot toen op de laatste plek te gaan kijken waar mama haar sleutels nog had gehad. Mama, mama, ik heb ze! Ik heb ze! Ik heb ze in de deur laten zitten. Oh, dat was niet zo handig van me. Ah, Gilbert. Jij had mijn sleutels dus toch niet. Oh, het spijt me. Mama, zullen we Gilbert mijn oude sok geven, zodat hij er lekker in kan krabben? Hij vindt dat echt ontzettend leuk. Dat vind ik best een goed idee. Graag gedaan. Speeltuin gaan? Ja. Zo, nu kunnen we gaan. Caillou had goed geholpen en de sleutels van mama gevonden. En het was niet Gilbert zijn schuld. Deze keer niet.